Oh ja, en er was ook nog een vraag. Wat kun je nog herinneren? Wat is je bijgebleven van introductieweken van studenten? Nou, de groentijd natuurlijk. Dat is me heel helder bijgebleven. Voor jezelf of toen je al bij de universiteit werkte? Nee, voor mezelf vanzelfsprekend. Ik ben lid van het Utrecht Studentenkoor geweest. Die hadden een pittige ontgroening waar ik een fervent tegenstander van ben. Ik vind het hele lullige, kinderachtige praktijken waarbij bovendien forse risico's worden genomen. Omdat het natuurlijk toezicht, zoals iedereen weet, handhaving weet ik hoe je het wil noemen, niet waar volstrekt de wens overlaat. Met het gevolg dat we vrijwel elk jaar in die groentijden allerlei rare schandalen hebben. Van jongens die gedwongen zijn om een massa hoeveelheid te drinken. Dan zijn er regelmatig doden gevallen in de groentijd. Nou, ik vind het een weerzinwekkend fenomeen. Ik vind elke vorm van groentijd verdomd irritant. Introductietijd kan ik me voorstellen dat je uitlegt waar het gebouw is en waar de wc daar gelokaliseerd is. En wat je voor leuke dingen kunt doen in de studiestad. Maar ik vond dat hele gedoe met dat je mensen gaat pesten en treiteren en dwingen om hele vervelende dingen te doen. Ik vind dat helemaal niks. Je weet, het gebeurt overal in onze samenleving. Het is niet speciaal een corporale traditie. Maar ik ben er 100% tegen. Waar gebeurt het dan nog meer? In dienst bijvoorbeeld of in de defensie. Wat hebben we niet voor drama's gehad met beroepspersoneel bij defensie. Met ontgroeningspraktijken waar jij scout van wordt. Dat is niet best. Het creëert een band, hè, wordt er dan gezegd. Ja, maar lulkoek. Ik creëer het helemaal een band. Ja, als je mensen maar genoeg onder druk zet en je ze eindeloos opsluit en geen eten geeft. Misschien creëer je dan een bank. Ik vind het helemaal niks. Ja, en sommige. En bovendien, het is altijd hetzelfde liedje bij die groentijden. Dat was ook in mijn groentijd zo. Het zijn de slechtste elementen die er misbruik van maken. De meeste mensen zijn. Hoe is het ook weer, wat zegt Rutger Brecht, maar ook weer de meeste mensen deugen. En nou, dat hangt erg van de omstandigheden af, naar mijn idee. Maar jammer genoeg voor Rutger Brecht, maar zijn er enorm veel mensen die niet deugen. En die hun unieke kansen grijpen in bijvoorbeeld in zo'n groentijd. Het zou misschien voor Rutger ook een prima leuke tijd zijn om een keer zo'n groentijd bij te wonen. Maar wat doen ze dan, die mensen? Nou, die gedragen zich lullig. Vroeger werd er enorm gemapt. Er moest voortdurend gevochten worden. Buitenlandse korpsen moesten invechten. Jij werd met een bus naar Groningen getransporteerd. Om daar te gaan invechten, er stond altijd een ambulance in het steegje. Naast de sociëteit voor de gebroken enkels en de blauwe ogen en wat er allemaal niet meer voor ongelukken gebeurde. Dat is wel redelijk bizar. Ja, vrij bizar dat gebeurt. Het is ook, men zegt dat het minder is geworden. Maar ja, groentijden, dus initiatierieten, om het maar even zo te zeggen, dat is een wijdverbreid fenomeen waar ik geen voorstander van ben. Het leven biedt langs de natuurlijke weg al ruim voldoende initiatierieten. Ja, jij noemt het groentijd, hè? Maar ik kan me herinneren dat de ontgroening, dus je ziet dat die terminologie door de jaren heen ook zich ontwikkelt. Ja, hoe heet het tegenwoordig? Ja, volgens mij ontgroening noemen ze het. Of, ja, wij noemden het de groentijd. Groentijd, ja. Ja. En ik weet dat ze in Groningen hebben een soort van bangalijst of zo. Dat is ook zo'n uitwas daarvan. Ja, nou ja, kijk, Vindicat, zoals het Korda heet, dat heeft zich echt, dat misdraagt zich dus al jaren en jaren. En elke keer weer worden ze op de vingers getikt. Dan zeggen ze, nee, nu gaan ze echt. Nu hebben ze er iets. Het helpt nooit. Zo'n klote koor. Mag ik iedereen oproepen, ook ouders als het even kan. Laat uw zonen of dochters geen lid worden van Vindicat. Een organisatie die fundamenteel, dat wil zeggen tot diep in de fundamenten, niet deugt. Maar stel dat er nieuwe jaren komen, nieuwe studenten komen. Niks mee te maken, daar is daar iets mis. Het stijgt op uit de fundamenten van het gebouw. Het is notabene een vrij nieuw gebouw. Het deugt gewoon niet. Hoe weet je dat? Dat het God beter het elk jaar hetzelfde liedje is met Vindicat. Met die lijsten, met te veel zuipen. Daar is ook nog een dode gevallen. Het is gewoon een organisatie die niet deugt, waar de hele mentaliteit niet deugt. De universiteit heeft ook een tijdje gezegd, ik weet niet hoe dat nu is, we stoppen de financiering. Ja, en terecht zeg. Ook nog eens een keertje de boel vanwege de overheid gaan zitten financieren, deze criminele organisatie. Ja. En dan heb je natuurlijk de Keiweek, dat is in Groningen. De Eureka-week is Rotterdam. En dan heb je ook studentenverenigingen en je hebt disputen, hè? Dat is ook nog een. Ja, dat maakt natuurlijk een heel verschil. Je hebt altijd natuurlijk, je hebt studentenverenigingen op basis van studierichting.
He, dus je had hier in Utrecht, voor geschiedenis had je de UASK. De Utrechtse Historische Studentenkring, die bestaat nog steeds. Daar ben ik nooit lid van geworden. Want toen ik eerstejaars geschiedenis was, werd je uitgenodigd door het UASK-bestuur om een gesprekje met het bestuur te voeren. Nou, dat heb ik gedaan. Ik heb nog zelden in mijn leven zulke arrogante vlerken gezien als in dat bestuur. Ik ook al met een driedelig pak, met zo'n lint en zo'n medaille om. Dat ik al snel dacht van jullie zoeken hem uit. Mijn kamergeld ga liever elke week een ijsko eten dan dat ik bij jullie die contributie ga betalen. Dus ik ben nooit lid geworden. Flauwekul. Ja. En in Maastricht heb je dus echt disputen. Hè? En dat is dan, ja, dispuut X, tekst dispuut Y. Ja, goed, dan hoop ik dat dat beter georganiseerd is. Want dat was het hele probleem van de groentijd. Het toezicht was onvoldoende. Mm. Met als gevolg dat het voortdurend uit de hand loopt. Mm. Ja. Even kijken. Ja, volgens mij hebben we nog andere dingetjes die je wil bespreken. Ik weet niks. Ik kijk met een zekere vrees naar de geringe hoeveelheid vocht die nog over is. Je mag ook binnen even vullen hoor. Mm-hmm. Even kijken. Ja, jij gaat het toch monteren, dus het maakt toch niet zoveel uit. Nee, daarom. Mocht ik echt een hopeloze dorst krijgen. Want zo'n auto warmt ook lekker op in de hitte. Hè? Ja, ik kan wel de airco aandoen. Ja, misschien moeten we dat zo even doen. Ja.